voor die tegemoetkoming vaste lasten, gaan we dat voor de zwaarst getroffen bedrijven verder verhogen. Cafébaas Henk van Beek van het Halve Maatje in het Rotterdamse Kleiwegkwartier ziet hoe het kabinet extra steun voor onder meer de horeca toezegt. De tegemoetkoming in personeelskosten blijft. De compensatie van vaste lasten wordt hoger naarmate bedrijven meer omzetverlies lijden. Ja, en inderdaad, vaste lasten. Zoals dat gecompenseerd kan worden door het Rijk, dan zie ik in ieder geval nog een positief komende anderhalf kwartaal tegemoet. Maar makkelijk is het niet. Net als veel andere bedrijven doet het Halve Maatje in afhaalmaaltijden. Maar dat levert nog niet de helft van de normale omzet op. Dat er momenteel moet er wel bijna geld bij, zeg maar. Dus dat, dat is niet de reden waarom ik 12,5 jaar geleden een kroeg ben begonnen. Sowieso niet voor dit sfeertje natuurlijk. Maar ze bieden ons geen perspectief. Het is telkens 2-3 weekjes en dan word je weer blij gemaakt met een dode mus. Dit is trouwens de kroeg in gezelliger tijden. Kijk het naar de toekomst, die is voor Van Beek misschien nog wel onzekerder dan voor veel van zijn collega's. Want Van Beek moet zijn zaak verkopen. Hij gaat zijn droom waarmaken. In Oostenrijk een pension runnen. De planning was om 1 februari daar zo de sleuteloverdracht plaats te laten vinden. Ik hoop dat het allemaal doorgang gaat vinden. Ik ben druk bezig met partijen om hier de zaak te verkopen. Het is een mooi winkeltje, het is een instapklare zaak. Maar ik snap als mensen de hand op de knip willen houden, dan is dat wel te begrijpen in deze periode. Ondanks alle onzekerheden hoopt deze cafébaas komende zomer toch echt wel in Oostenrijk te draaien. Iedereen is daar buiten. En wat ik heb begrepen is de besmettingen buiten praktisch nul. Dus dat moet dan wel goed gaan komen daar zo.